Komen we bij het eerste hoofdstuk. Wat zijn de plannen van Frans Timmermans voor wat betreft het aanscherpen van de doelen voor CO2-reductie? In de inleiding zei het al, dit is eigenlijk waar we vandaan komen sinds 1990. En we willen die doelstelling van 40% CO2-reductie naar 50% CO2, 55% CO2-reductie aanscherpen. Eerst even de basis. Hoe doen we het nu? Nu sturen we dus op -40% in 2030. En de Europese Commissie splitst daarvoor de hele economie op in tweeën. Aan de ene kant de grote uitstoters, de fabrieken met grote schoorstenen en de luchtvaart. En eigenlijk alle bedrijven die op een wereldwijde schaal of pan-Europese schaal concurrenten hebben. Dus die de internationaal zaken doen. En daar wil je dus ook zoveel mogelijk gelijke monniken, gelijke kappen, dezelfde prijzen en regelgeving hanteren. Aan de andere kant, bedrijven die over het algemeen en activiteiten die over het algemeen regionaler van aard zijn, kleiner van aard zijn of ja, het komt niet allemaal uit één grote schoorsteen, dus is moeilijker CO2 te reduceren. Tussen die twee sectoren heeft de Europese Commissie de doelstelling opgesplitst. En ze zeggen, ja, CO2 reduceren is bij die grote fabrieken en luchtvaart eenvoudiger dan die andere sectoren. En het is dus van belang om dat pan-Europees aan te pakken. Daar willen we 43% reduceren. En let op, het basisjaar is hier veranderd. 43% ten opzichte van het uitstoot in 2005. En in die andere sectoren willen we 30% reductie behalen ten opzichte van 2005. Samen telt dat op natuurlijk naar die 40% ten opzichte van 1990. Belangrijk om te onthouden, die sectoren aan de linkerkant heten ETS-sectoren, Emission Trading Scheme sectoren. Want die willen we met gelijke monniken, gelijke kappen behandelen. Dus daar hebben we één instrument voor, een emissiehandelssysteem. Daarover straks meer. Voor die andere sectoren, die heten de Effort Sharing Regulation sectoren, de ESR-sectoren. Dat is toch iets, ligt iets makkelijker in de mond. Hoe die effort sharing precies in zijn werk gaat, leg ik ook zo meteen uit. Hoe gaan we nu die doelen aanscherpen? Nou, die -40% wordt -55%. En dat betekent natuurlijk ook iets voor die twee sectoren. De ETS-sectoren zullen van -43 naar -61% moeten gaan. En de andere sectoren gaan van -30 naar -40%. Dus nog steeds de bulk van de CO2-reductie wordt behaald door de grote bedrijven die pan-Europees of wereldwijd handel drijven. Hoe doen we dat dan precies in die emissiehandelssysteem, die ETS-sectoren? Ja, door een grote ballon aan emissierechten ter beschikking te stellen. Bedrijven mogen alleen uitstoten als ze zo'n emissierecht hebben. Hebben ze niet zo'n emissierecht in handen, mogen ze niet uitstoten. Doen ze het toch, krijgen ze een torenhoge boete voor hun neus. Ja, en dan kunnen ze beter de tent sluiten. Het aantal emissierechten in die ballon is beperkt. Daar is een harde cap op, zoals dat heet, qua aantal rechten die daarin zitten. En daardoor weten we ook zeker, en dat is het fijne aan emissiehandel, dat je de doelstelling haalt. Er kan simpelweg niet meer worden uitgestoot dan dat wat past bij -43% in 2030. Dus het is ook heel simpel. We gaan om -61% te halen die ballon gewoon kleiner maken. Er gaan minder rechten de komende jaren geveild worden vanuit het emissiehandelssysteem. En daardoor wordt de emissieruimte voor bedrijven onder het ETS kleiner. Een kleine noot nog op de luchtvaart die onder het systeem valt. Je hebt natuurlijk luchtvaart binnen de EU tussen Europese luchthavens en vluchten naar luchthavens buiten de EU. Nou, die vluchten tussen Europese luchthavens, die vallen onder de ballon. Die zullen beprijsd worden. En voor de vluchten naar buiten de EU zal men verplicht deel moeten nemen aan het CORSIA-systeem. En dat is een ander systeem, maar dat gaat over carbon offsetting. Dus het compenseren van de uitstoot van die vluchten. Wat is het voorstel van Frans Timmermans? CORSIA is een wereldwijd initiatief van de sector eigenlijk en heeft tot doelstelling om de uitstoot van de luchtvaart constant te houden op het niveau van 2020. Dus luchtvaart gaat de komende decennia door wereldwijde economische groei en ontwikkeling van allerlei werelddelen heel hard groeien waarschijnlijk nog. En de doelstelling wordt om dat op hetzelfde niveau te houden. Aan de ene kant door operationele verbeteringen aan vliegtuigen, door verbeteringen in technologie, door gebruik van duurzame brandstoffen, waarover straks meer.
En Corsia, dus een deel van je uitstoot compenseren door elders bijvoorbeeld bomen te planten. En voor vluchten buiten de EU gaat dit gelden als het aan Timmermans ligt. Dan komen we bij de effort sharing regulation sectoren. Want daar hadden we een min 30% doelstelling en die zie je hier. Dit is nu feitelijk de wetgeving. En de effort sharing zie je hier ook direct aan af. Sommige landen moeten meer doen dan die 30%, andere minder. En dat is een beetje naar draagkracht en vermogen ingericht. Dus sommige landen is het ook makkelijker. En sommige landen hebben meer middelen om dit te doen. Dus je ziet Zweden, Finland, Luxemburg, Duitsland helemaal aan de rechterkant. Zweden moet 40% reduceren in deze sectoren nu al. En Bulgarije hoeft helemaal niks te doen in de ESR-sectoren. Dus die krijgt daar eigenlijk nog ruimte ook om economisch te ontwikkelen, zou je kunnen zeggen. Zou je hem ook kunnen interpreteren. Wat gaat er nu gebeuren? Nou, die doelstelling, de gemiddelde doelstelling gaat van 30% naar 40%. En dat betekent eigenlijk dat alle landen, behalve Malta, die blijft op hetzelfde niveau, alle landen krijgen meer werk voor de kiezer. Ook Bulgarije moet straks in die ESR-sectoren 10% reduceren in 2030. En Zweden, Finland, Luxemburg, Duitsland, Denemarken moeten allemaal min 50% halen. Wij zitten ook aan de top, of de bodem moet je eigenlijk bij deze grafiek zeggen. Het doel voor Nederland zou, als er aan Timmermans ligt, over een paar jaar, of misschien al over een jaar, min 48% moeten worden. Wat betekent dat? Nou, ik heb hier een grafiek gemaakt met de mobiliteit, landbouw en gebouwde omgeving. Drie belangrijke sectoren die vallen onder ESR. Kleine industriële bedrijven die te klein zijn om onder die emissiehandelballon te vallen, die horen hier eigenlijk ook bij, staan niet in de grafiek. Maar ik heb even op basis van de cijfers van deze sectoren gerekend. En dan zie je dat de uitstoot al daalt tot 2020. En ik heb ook erin gezet, wat als we de doelstelling uit het klimaatakkoord halen? Dan komen we totaal voor deze sectoren op 68 miljoen ton CO2-uitstoot per jaar. Dan is er al heel wat gereduceerd ten opzichte van 1990. Als we die doelstelling verder aanscherpen voor deze sectoren, en we gaan even ervan uit dat dat gelijkmatig over alle ESR-sectoren wordt verdeeld, dan moet er totaal 59. Wordt de doelstelling 9 miljoen ton per jaar scherper. Kortom, er moet nog een flinke klap bovenop de afspraken die we in het klimaatakkoord hebben opgenomen, als de plannen van Timmermans het nieuwe richtpunt worden op deze manier. Korte samenvatting, we gaan van min 40% naar min 55% voor het totaal. Er is een belangrijke opsplitsing tussen ETS-sectoren aan de ene kant en ESR-sectoren aan de andere kant. ETS-sectoren moeten 61% reduceren en ESR-sectoren 48%. En uiteindelijk zal dit waarschijnlijk betekenen dat we een klimaatakkoord plus nodig hebben. Ga ik even kijken of er vragen binnen zijn gekomen. Wat is de relatie met bestaande plannen voor circulaire economie? Goeie vraag. Circulaire economie komt niet nadrukkelijk terug, wel hier en daar zijdelings in deze plannen. Dit gaat echt om het behalen van de klimaatdoelstelling. Je zou kunnen zeggen, misschien hebben we nog eenzelfde pakket nodig om ook de circulaire doelstelling te halen. Maar daar richt dit pakket aan maatregelen zich niet specifiek op. Hoe kijk je tegen het speculatieve spel met emissierechten aan? Neem bijvoorbeeld de Gupta-groep die nu om gaat vallen naar short gaan op de emissierechten. Dan hebben ze waarschijnlijk ook veel risico genomen. Dat hoort er een beetje bij. Speculatie hoort bij markten. Daardoor gaat in zekere zin maakt dat ook de markt. Je hebt altijd mensen die positie nemen op een hogere prijs en een lagere prijs. Het hoort erbij. Het is niet aan zich slecht, het heeft alleen soms voor specifieke partijen die te veel risico nemen negatieve gevolgen. Je zou kunnen zeggen, wel voor de bedrijven die eronder vallen, die ook echt uitstoten, die een verplichting hebben onder dat systeem, dat te veel prijsschommelingen niet in hun belang zijn. Dus dat die prijs zo stabiel mogelijk is, want daar kun je ook investeringen op plannen. Maar speculatie is aan zich niet per se slecht. Laat ik het daar voor nu even bij houden.